Ja, wat een circus, hè? Dit is werkelijk om te brullen van het lachen. Dit circus Hazes, wat zich nu weer afspeelt. Want dit was eigenlijk, dat was heel erg rustig rond die André Hazes. Want er was niks aan de hand, hij was weg. Ja, want hij was burn-out, hij was helemaal over zijn toeren en lekker, die had zich ergens opgesloten in het buitenland, ik geloof hier in Spanje ergens. Dus het was lekker rustig. Maar toen ineens, toen besloot hij terug te gaan naar Nederland. En daar begint het dan al mee, want dat had dan allemaal helemaal in het geniep gemoeten dat hij terug zou zijn in Nederland. Nou, wij heel weinig geniep. Beste vrienden, heb je die vertoning gezien? Ten eerste stonden daar geloof ik 5 of 6 cameraploegen. Dus het was al aardig rondgebazuind. Van ik kom terug en ik kom sowieso laat aan. Ha, hey, hoe weet je? Ik kom stiekem aan hoor, heel stiekem. En toen had hij dus een of ander raar jek. En dan vond er zo'n ding met een hele grote capuchon. Helemaal felrood. En een hele grote bril. Had die aan en op. En zo van, jullie zien toch wel? Dit ben ik, hè? Ik ben incognito, maar ik ben het wel, hoor. En om zeker te zijn dat iedereen wist, door die rare kleding, dat hij het was, had hij ook nog even zijn moeder erachter gezet. Dus die liep erachter zo van, kijk, daar loopt hij, hoor. Ik loop erachter. Hier, Rachel Hazes. Nou, zeg. Ik heb nog nooit zo'n komische scène gezien als dat. Ik kom incognito en stiekem aan op Schiphol. Nou ja, en zo blijft dat maar doorgaan met die Hazes. Want nu is hij dan weer weg. Dat denk ik tenminste, als ik die berichten allemaal moet geloven. Die kranten staan wel helemaal bol. Van die Sarah, die is nou weer, die schijnt nou weer uit te zijn. Nou is het weer klaar. Dus nou is de grote vraag. Ja, vrienden, hou je vast. Gaat hij weer terug naar Monique? Maar nog groter is de vraag, neemt Monique hem terug? Ja, je kan maar bezig zijn in het leven met dit soort flauwekul, vrienden. En dat ben ik gewoon. Ja, ik geef het gewoon toe. Ja, ik ben bezig nu met deze onzin. Neemt onze Monique onze André Hazes terug? Daar moeten wij ons hoofd over breken. Ja, want onze André, die maakt steeds van die hele leuke vreemdgaan uitstapjes. Ja, dan ging hij weer eventjes op Bridget liggen, hup. En toen had hij daar weer genoeg van. Ho, onze speer terug naar onze Monique. En toen kwam die ene Sarah, oh nee, toen ging hij in die tussentijd ging hij nog even op een knie liggen. Weer alsjeblieft met me trouwen. En hup, en weg was André weer. Want toen zag je weer ene Sarah, ging je ook nog even erop, hup. En nu is hij weer klaar met die Sarah. Ja, en wat doet Monique nu? Ja, en ik denk bij mezelf, als ik geld zou moeten zetten, hè, dan zou ik denken bij mezelf, die Monique, die neemt hem gewoon weer terug. Ja, en iedereen denkt bij zichzelf, dat zal toch niet waar zijn? Ja hoor, dat zal wel waar zijn. Dan moet je let nou op, die Monique, die heeft een hart zo groot als het IJsselmeer. En die is vergevingsgezind als Moeder Teresa. Ja, dat is Monique. Monique. Die gaat hem terugnemen, want Monique is de Moeder Teresa van Berkel Rodenrijs.